Jorik van Egdom, gefeliciteerd. Je bent zojuist Nederlands kampioen op de cross geworden bij de jongens B. Vertel hoe de wedstrijd ging. Ja, ik was gewoon goed weg bij de start, dus ik zat er gelijk bij. En toen gingen een paar jongens gewoon heel hard voorop. Gewoon erachteraan gelopen en dat ging eigenlijk wel heel goed. En toen ging het een paar rondes, toen op een gegeven moment versnelde Jorijn in de ene laatste ronde. En daar kon ik nog net achteraan. Toen op een gegeven moment stopte hij er gewoon mee. Ik heb hem verder niet meer gezien. En toen in de laatste ronde naar boven, toen dacht ik nou, gewoon gaan. En ja, daar heb ik volgehouden. In de laatste ronde lag je alleen op kop met Frank Tijdink. Ja. Heb je vaak tegen hem gelopen? Ja, ik weet het allemaal niet. Ik heb het allemaal niet echt bijgehouden. Mm-hmm. Dus ik weet ook niet hoe vaak tegen hem. Ik heb wel een paar keer tegen hem gelopen, dat weet ik wel. Maar ik heb volgens mij nog nooit van hem gewonnen verder. Hoe was het parcours? Het parcours lag er heel goed bij. Het was gewoon goed hard, zeg maar. Geen blubber en zo. Alle stronkjes en oneffenheden waren gewoon goed aangegeven. Dus er kon ook vrij weinig fout gaan. Ligt zo'n parcours met zo'n sterke heuvel erin jou? Ja, heuvels zijn wel een beetje mijn ding. Ik kan op het eind vaak net iets langer doorgaan dan sommige anderen. Dus dat is wel mijn ding. Maar eerst lekker goed kapot lopen en dan nog even doorlopen. Heel lekker. Ja. Nou, je bent nu in de voetsporen van je vader getreden. Hè? Die was in de jaren 80 Nederlands kampioen bij de marathon. Ja, dat klopt. Voor mij 2003 was dat. Dus ja, ik hoop dat ik ook zoiets ga behalen. Oké, okay. Veel succes. Ja, dankjewel.